Ja, Wout Wijsmans, tot verrassing van heel velen gaan jullie hier met 3-1 onderuit. Ja, wat is er gebeurd? Dat is een goede vraag. Ik weet het niet, maar eerst en vooral ik denk dat Mazeik verdiend gewonnen heeft vandaag, zoals de wedstrijd gelopen is. We zijn nogthans goed begonnen aan de eerste set en dan, vanaf dan was het gedaan, behalve even een opflakkering in de tweede set. We hebben helemaal ons niveau niet gehaald. Ik kan excuses zoeken. We zijn lang aan het rijden, we zijn ver al 6 dagen buiten huis. Wat gekwetst, maar dat is de reden niet waarom dat wij vandaag zo gespeeld hebben. Ik denk dat Mazeik zich verdiend gewonnen heeft. En dat wij ons niveau niet gehaald hebben. En, ik denk dat we nu morgen gaan we terug naar huis. En dan moeten wij analyseren wat er misgelopen is om dat te voorkomen in de toekomst. Sluipt er dan in een ervaren ploeg als jullie toch een beetje overschatting na die makkelijke 3-0 zege vorige week? Ik denk dat wij zijn zoveel wedstrijden aan het spelen de laatste tijd dat wij van wedstrijd tot wedstrijd leven. En we wisten dat het vandaag heel moeilijk ging zijn. Het is logisch dat als je 3-0 gemakkelijk thuis wint, dat onbewust misschien wel een beetje meespeelt. Maar ik denk dat we de wedstrijd toch goed voorbereid hebben. Maar dat wij, gelijk we vandaag gespeeld hebben, waren we niet in staat om beter te doen. Ik had op een bepaald moment de indruk dat jij nog de enige was die echt 100% voor elke bal ging, dat het een beetje gelaten was. En toch kreeg jij in bepaalde fase weinig ballen. Ja, we hebben... Het is een ploegsport, dus iedereen moet mee kunnen en meespelen. In de laatste set heb ik geprobeerd nog een beetje te duwen, maar de ploeg, zoals je gezegd hebt, wou niet mee en dan wordt het heel moeilijk. En ondanks dat we toch 22-21 voorstaan in de vierde set, kunnen we het tij niet keren en ja, het was te laat. En, het resultaat is dat we 3-1 verloren hebben. Het is duidelijk, jullie wilden nog geen cadeautjes geven in deze eindejaarsperiode, maar je zei het zelf, Mazeik verdient gewonnen en daar kan jij ook wel blij mee zijn als ex-Mazeikenaar, neem ik aan. Ik had heel eerlijk gezegd liever zelf gewonnen, maar ik verlies liever tegen Mazeik, ondanks dat dat niet gemakkelijk is voor mij, zeker niet in Mazeik. Maar ik denk, ik had dat in het begin van de play-offs van de Champions League gezegd, dat Mazeik en wij de twee ploegen zijn die door moeten stoten en zullen stoten. Dat gaat ook zo zijn. We hebben ons eigenlijk een beetje moeilijk gemaakt nu. Door, als Mazeik de volgende twee wedstrijden wint, gaan zij eerste zijn en wij tweede. Dan wordt het heel moeilijk, want dan kom je zeker tegen een... Ik geloof dat er drie andere in de pool is. De drie Russische ploegen eerste staan, de Polen staan eerste. Dus dan wordt het heel moeilijk, maar... We zullen wel zien wedstrijd per wedstrijd. Nu hebben wij zondag spelen we thuis tegen Macerata, dat is weer een topper. Dus we hebben geen tijd om stil te staan. We moeten hieruit leren, doorgaan en zien wat er zondag gebeurt. En daarna zien we wel. En daarna hopelijk revanche tegen Mazeik in een Final Four. Dat zou knap zijn. Dat zou heel knap zijn, maar dat is toch heel ver weg. Oké, bedankt.